Hallo, mijn naam is Gina de Grote, bezielster en uitgever van het positieve magazine Change Think Positive dat in februari 2010 het levenslicht zag. Change Think Positive wordt gemaakt door en voor mensen die bewust en positief in het leven willen staan. Onze missie is immers in alles een lichtpuntje te ontdekken, hoe moeilijk dat ook soms kan zijn. 7 dagen op 7 ben ik bezig met de uitbouw van dit positieve project. Maar als je met positieve dingen bezig bent, dan word je niet moe. Integendeel krijg je vleugels, dat geeft je energie, je voelt je er supergelukkig door. Niet dat alles positief is in het leven, maar de kunst is hoe je er naar kijkt. Dat je weet wat het je wil zeggen, zodanig dat je iets kan meedoen, zodanig dat je op een positieve manier kan groeien. Dus iedereen heeft de keuze welke levensbril hij of zij opzet. Een negatieve of een positieve. Dagelijks verwonder ik mij erover hoeveel mensen hier in Vlaanderen ook bezig zijn met zo'n mooie positieve dingen. Change Think Positive is er om al die positieve dingen, al die positieve mensen met elkaar te verbinden. Want samen staan we sterker, toch? Als positief magazine willen we van alles doen om heel snel meer positiviteit in de wereld te brengen. En zo kwam ik op het idee in 2010 om de Belgische Complimentendag op de agenda te zetten. Nu 3 jaar later zijn we met 3 mooie partners om dit mee uit te bouwen. Dus bij deze mijn dank en een welgemeend compliment aan Bpost, Bond zonder naam en firma Arteel. Mijn droom is dat complimenten geven een dagelijkse gewoonte wordt zoals je een dankjewel zegt. Maar we doen het stap voor stap. Dit jaar starten we met elke eerste dag van de maand eens gaan kijken hoe het stond met complimenten geven. De site www.complimentendag.be is er om al die complimentjes te posten. Ook is er een knop initiatieven. En daar kan je laten weten welke initiatieven dat jij zelf, je school, je vereniging, je bedrijf allemaal ondernomen hebt om het complimenten geven te stimuleren. Want op die manier kan je anderen inspireren om eventueel hetzelfde te doen of iets anders rond complimenten geven. Ook als je eventueel bedrijven kent of andere verenigingen die partner willen worden om een volgende complimentendag nog sterker te organiseren, laat het mij dan persoonlijk weten. Ik neem heel snel contact op. Wie weet wat we allemaal samen kunnen doen. Op die manier kunnen anderen geïnspireerd geraken om eventueel hetzelfde te doen op complimentendag. Want samen staan we veel sterker en het geeft toch een supergoed gevoel als je weet samen te werken aan die mooiere, positievere wereld. Want weten dat je meewerkt aan de uitbouw van een mooiere, positievere wereld, dat geeft toch vleugels, niet? Het mooiste compliment dat ik ooit heb gekregen is eigenlijk recentelijk. Iemand die opmerkte en die zei van Gina, je ziet en je voelt aan alles met wat je bezig bent dat je absoluut niet werkt uit eigen belang. Dat je het doet vanuit je hart. En dat vond ik een heel mooi compliment, want dat is waar. Een paar dagen geleden kreeg ik ook een mooi compliment van onze Nederlandse collega. Die zei van wauw België, complimentendag. Na 3 jaar en al zo ver staan, zo'n mooie vereniging, zo'n mooie partners, zo'n mooie initiatieven. Proficiat, wauw, daar word ik een beetje jaloers van, zei hij. En ik heb hem gecomplimenteerd met het feit dat hij voor zijn gevoelens uitkwam, dat hij durfde toegeven dat hij een beetje jaloers was. Ik zelf geef heel graag complimenten aan verschillende partijen. Eerst en vooral aan al mijn medewerkers die zich ongelooflijk inspannen om van Change Think Positive een succesvol project te maken. Echt, dankjewel hiervoor. Maar eentje in het bijzonder wil ik echt ook een compliment geven. En dat is mijn rechterhand Esther Bloks, die er dagelijks is voor mij. Ongelooflijk hoe zij in het leven staat. Altijd met de glimlach, altijd klaar voor alles wat ik vraag, maar ook vooral in moeilijke momenten, met heel nipte deadlines of toch iets dat verkeerd loopt. Esther behandelt alles met dezelfde glimlach. Daarvoor Esther mijn echt welgemeend compliment. Ook
heel graag een compliment vanuit mijn hart aan alle lezers, abonnees, friends, partners, believers in change en alle adverteerders. Met andere woorden, iedereen die een geldelijke inbreng doet aan de uitbouw van dit positieve project. In deze financiële moeilijke tijden is dit niet evident. Dus een heel hartelijk dank en een welgemeend compliment hiervoor. En last but not least wil ik mijn gezin bedanken en dus ook een heel mooi compliment geven. Al 3 jaar steunen ze mij, motiveren ze mij, complimenteren ze mij met de uitbouw van dit, van de realisatie van mijn droom. Dus ook mijn welgemeend compliment.